Deze beschouwing die gaat over omgang met vrouwen. En daar moet ik nog wat achteraan verzinnen. Wat een hoop kijkeraars trekt, Iets met seks of zo. Dat doet het altijd goed in de verkoop. <laughs> en dit wordt mijn derde poging. Ik heb er al vandaag ik heb er al twee gemaakt. En die eerste heb ik al weggegooid. En die tweede die ga ik zo dadelijk weggooien. Daar was ik achteraf niet tevreden over. Nou, even terug naar het begin. Nou, waarom ik niet tevreden was, ik zal het gelijk even vertellen. Het was te negatief. En dat is niet de bedoeling van een beschouwing van mijn kant. Dan, nee, dat, dat vind ik niet. Uh, hoe moet ik zeggen? Ja, ik vind het niet opbouwend. En een beschouwing moet dat minimaal zijn. Het gaat er niet om of ik gelijk heb. Het gaat erom dat jij hoort dat ik ergens over nadenk. En dan ga je zelf, hoop ik, dan ook erover nadenken. En. Nou ja, twee weten meer dan één. Zo, zo moet je het zien. En vrouwen. Ja, er is wat mee. En dat is al heel erg lang zo. Je zou kunnen zeggen, het is eigenlijk zo sinds Adam en Eva. Laten we eerlijk zijn hoor, Eva heeft het verpest. Maar Adam is ook niets. Ja, je kan niet zeggen dat, het Adam, dat Adam het slachtoffer was. Dat, 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 dat is ook niet waar. Adam heeft zich laten verleiden en dat was de keuze van Adam. Eva heeft hem niet gedwongen. Even voor degenen die het verhaal niet kennen. Adam en Eva, die woonden in het, leefden in het paradijs. Die liepen in de rondte in hun blote kont en dat hadden ze niet eens in de gaten. Ja, een leeuw die heeft toch ook geen kleren aan. En zo was het paradijs. Hè? De lammetjes en de leeuwen, dat liep allemaal door elkaar heen. En ja, ze, ze waren daar veganistisch. Dus niet vegetariër, nee, veganistisch. Er werd gegeten van de vruchten van de planten en de bomen. Of de struiken en de bomen. En God had gezegd: Je mag van alles eten. behalve. van de boom die in het midden van het paradijs staat. En dat is de boom van kennis van goed en kwaad. En van die vrucht. daar mag je niet van eten. Ja, pikant, hè? Kennis van goed en kwaad. En waarom zou je niet van die boom mogen eten? Van die vruchten. Ja. En de slang, het serpent, dat is een oud woord voor slang. Hè? En die zei tegen Eva: van, Ja, waarom denk je dat God dat heeft afgekondigd? En Eva zo: Nou, ik zou het niet weten, joh. Nou, punt één: Je moet helemaal niet gaan praten met meneer de slang. Toen oh, zei die slang van, nou, ik weet, ik weet wel waarom hoor. Dat is, als je hier uh, een vrucht van eet, dan krijg je kennis van goed en kwaad en dan word je net zo slim als God. En God wil graag dat jullie een beetje dom blijven, dus daarom mag je niet eten van deze boom. Oh, zei hij, ziet het zo. Ja, zei die slang, wil je een hapje? Ja, en toen had Eva dat hapje genomen, toen dacht ze oeps. En toen heeft ze Adam zo gek gekregen om ook een hapje te nemen. Ja. En toen was het over, hè? In eenen uh, voelde zij zich naakt. Kijk en of je nou geloofde dat het allemaal letterlijk waar was. En dat dat echt zo uh, gefilmd is in die dagen. Nou, er waren natuurlijk geen filmpjes. Dus, uh, en Adam en Eva, ja, die hebben ongetwijfeld niks opgeschreven. Het is opgeschreven, dat is zonder meer. Het is opgeschreven door Mozes. Hè? Mozes heeft gezegd: ja, zo staat het in elkaar. Toen was er al een probleem. Minimaal in de dagen van Mozes was er een probleem. Tussen mannen en vrouwen. En ja, hoe ga je dan met die vrouwen om? Hè? Ja, niet zoals Adam deed, of Adam. En dat zo'n vrouw dan uh, de wetten, uh, of de wet in dit geval, de regel van God... De enige regel die er maar was in die dagen, die ene regel heeft ze overtreden. Ja, dat betekent niet dat je als man mee moet gaan doen. En wel een beetje jezelf blijven. En als je dan door de geschiedenis even vooruit gaat bladeren. En dan kom je aan het begin van de negentiende eeuw had je een schrijver en die woonde in Duitsland. En die schreef geen romans, maar die schreef wel hele dikke boeken. En die heet Arthur Schopenhauer. En die heeft behalve hele dikke boeken, heeft hij ook een aantal essays geschreven. En eentje daarvan die heet Over vrouwen. De Nederlandse vertaling van dat essay heb ik hier in huis. Dat is samen met andere essays in het Nederlands vertaald en uitgegeven op de Nederlandse markt boekenmarkt. En die bundel die heet: Er is geen vrouw die deugt. Uh, ik, ik denk niet dat Arthur Schopenhauer dit met zoveel woorden ook zelf heeft geschreven. Uh, het is wel wat direct volgt uit het essay over vrouwen. Overigens, er is geen vrouw die deugt, dat heet logisch gesproken een existentiële uitspraak. Je kan ook zeggen. er is geen winkel die open is. Dat betekent niet dat winkels niet open zijn. Dus het is een existentiële uitspraak is een uitspraak die geldt op dat moment. Er is geen winkel die open is. Want winkels zijn in principe natuurlijk open. En er is geen vrouw die deugt. Dat is een, ja, kun je zeggen in een algemene zin, als je het algemeen wilt trekken, moet je het zien als een maatschappijkritiek. Ja. Er is geen jurk die past. Ja, dat is een algemene kritiek, zeg maar. Als je zou zeggen vrouwen deugen niet. Ja, dat is een inhoudelijke, essentiële uitspraak. En dat, dat zegt Schopenhauer niet. Dat zou ook belachelijk zijn, want Schopenhauer vindt in principe alle mensen... Ja, er zit wel wat... Ja, mensen deugen niet. Zegt Schopenhauer zelf dan. Hè? In de Bijbel staat het bij, de word je ook. Want dat was natuurlijk niet deugdelijk van Eva, wat ze deed... Maar wat Adam deed, heb ik net uitgelegd, dat was ook niet deugdelijk. Maar goed, de, in dat essay over vrouwen, dan heeft Schopenhauer het over de Europese dame, die hij niet te pruimen vindt. Een type vrouw. Een, en aan de termen Europese dame voel je al wel een beetje om wat voor een typeje het gaat. Zo'n zo zelfstandige vrouw met kennis van de wereld, Hoor. En ik werd best wel wat. En Schopenhauer, die, die gaat er heerlijk tegen te keren. Leuk om te lezen hoor. Schopenhauer is een leuke schrijver. En die gaat dan tekeer tegen de vrouwen in zijn omgeving. En ik zou dat ook kunnen doen. Dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Dat heb ik ook in die eerdere twee van vandaag ook gedaan. En, uh, ja, de voorbeelden liggen echt op straat hoor. Ik, ik had een keer, daar kwam ik... Had ik smorgens een vergadering in Amsterdam. En ik me enorm lopen haasten... Om op tijd te zijn om mijn dochter van school te halen. En ik was dan zo goed als op tijd, en, maar het was drie minuten over drie, smiddags, dat ik er was. Maar dat is in de regel geen probleem, want als ik er op tijd was. dan kreeg ik mijn dochter toch pas om tien over drie mee naar huis. Want ze wilde altijd nog even in de zandbak spelen of op de schommel. of iets heel belangrijks doornemen met een vriendinnetje. En we gingen nooit voor zeven uh, minuten over drie, zeg maar, uh, van het schoolplein af. En ik was er dan om drie minuten over drie. Nou, dat mooi. Mijn kind was er niet, hè. Nou, ik schrok me kapot, man. En het enige wat ik kon verzinnen, was dat ze meegegaan was met een buurvrouw. Die had ook twee kinderen daar op school. Als ik naar die... Eerst naar nou die buurman, die heeft een apart kantoortje, want uh, die haalde meestal op dinsdag de kinderen van school. Uh, die was helemaal niet thuis. En toen maar naar uh, het huis waar dan die moeder woonde, bij ons in de straat, aangebeld en werd er niet open gedaan. En daar kon ik niet naar binnen kijken. Dus ik wist ook niet of er iemand thuis was of niet. Maar er werd niet open gedaan. Ja, wat moet je dan? Je bent je kind kwijt hè? Als ik naar huis gelopen, een kwartiertje lopen van die plek hier naartoe waar ik nu zit, en daar mijn mobieltje gepakt, en haar gebeld op haar vaste nummer, en neemt ze de telefoon op. Dus ze was thuis. En Ik zeg ja, Perry, en, ja, ik zoek mijn dochter. Oh, zegt ze, die is hier. Die heb ik, mee, die heb ik meegenomen. Ik zeg, oh. Ja, zegt ze, jij was er niet. Ik zeg ja, ik kwam eraan. Oh, zegt ze. Kom je eraan? ik zie je. Ja, en ik heb aangebeld bij jou. Oh, zei ze. Ja, ik had geen zin om open te doen. Ja, dat is je buurvrouw. Die neemt even je kind mee naar huis en dan bel je aan en dan heeft ze geen zin om open te doen. Dus dan moet je naar huis wandelen kost je een kwartier. Dan moet je er bellen en dan zegt ze: nou, je kind is hier. En dan kan je weer teruglopen, kost je weer een kwartier. Dat is een heel geintje. Dat kost je dus alles bij elkaar drie kwartier plus het feit dat je je helemaal kapot geschrokken bent. Moet je haar een keer flikken. om haar kinderen eventjes mee te nemen als zij een keer te laat is. Ik als man zou dat nooit doen. Ja. Als ik ze mijn dochter zou halen en dan haar kinderen stonden er nog en die zouden tegen mij zeggen van goh, waar is mama toch? Want uh, dan had ik gezegd, nou mama komt zo wel. He? En dan was ik even blijven wachten bij die kinderen totdat mama komt. Ja, die moet, natuurlijk komt die moeder. Is dat nou. En anders had ik tegen die kinderen gezegd: nou dan bel ik mama even. He? Ik ga er niet zomaar die kinderen mee naar huis nemen. En als ze dan bij je wordt aangebeld, niet open doen. En zo, ja, in die tien jaar dat ik intensief omging met de moeder van mijn kind en die andere vrouwen in de buurt. Jongen, 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 jongen. Het ene verhaal na het andere hoor. Het heeft mij verbaasd, verbijsterd. En ik kan dus eh, in koor met Arthur Schopenhauer zeggen, er is geen vrouw die deugt. Ze deugen niet. Ze flikken dingen en ja, dat doet de gemiddelde man toch echt niet. Tja. En hoe moet je daarmee omgaan? Nou, dat wordt moeilijk. Dat wordt heel moeilijk. Niet boos worden, om te beginnen. Ik neem zo'n buurvrouw, die, uh, die kan wel uit je plaat gaan. Maar uh, ja. Ze voelt zich alleen maar beledigd dan op zo'n moment. Nou, zeg. Ik neem alleen maar je kind mee naar huis. Nou, de volgende keer laat ik het gewoon staan op het schoolplein, hoor. En dan krijg je zo'n antwoord. En dat wil je ook niet, natuurlijk. Wat je wil, is dat zo'n vrouw dan, net als jijzelf, op zo'n moment zal zeggen van... Oh, is je papa er nog niet? Nou, dan wacht ik nog wel even tot je papa komt, ja? Oh, daar komt hij al aan. En waarschijnlijk was het zo dat op het moment dat ik het schoolplein opkwam... Dat zij net op dat moment was ze van een schoolplein aan het aflopen. Met mijn kind. Raar hoor. Ik vind het raar gedrag van die uh, vrouwen. En vervelend natuurlijk. Schokkend. Dus en hoe je er dus mee om moet gaan? Ja, niet boos worden. Dat is erg belangrijk. Zeker niet waar die kinderen bij zijn. Misschien op een rustig momentje. Uh, maar in mijn geval was dat niet echt nodig. Want. Ja, um. ja. Zo vaak had ik geen vergaderingen in Amsterdam op dinsdag, want ik zorgde ervoor dat ik die niet op dinsdag had als ik mijn kind van school moest halen. Dus ook niet op maandag en niet op dinsdag. En die vergaderingen die konden dan op woensdag, donderdag en vrijdag. En het was die ene keer dat dat niet anders kon, snap je? Dus ja, dan denk je ook bij jezelf: van, nah, ja. Dat komt toch. Uh, niet meer voor. En het was op het primair onderwijs en daarna ging het kind naar het middelbare onderwijs, ja, en dan hoef je het niet meer van school te halen. Ik heb die vrouw ook, ja, die heb ik al jaren niet meer gesproken en je hebt er geen contact meer mee en dan los je het zo toch op. Hè? Maar wat nou als je met, met een vrouw een kind hebt? Meerdere kinderen. En ze heeft dat soort gedrag. Ja, ah, dat wordt moeilijk man. Want dan ben je er niet zomaar vanaf. En ik kan daarvan meepraten. Ik, ik dus die, de moeder van mijn kind. die was precies als die buurvrouw. Die flikte mij dat soort dingen ook hoor. Dat was ik hier een ochtend, ik zou het kind, ons kind, naar school brengen en die twee buurmeisjes, dus die kinderen van die buurvrouw. Die buurvrouw had die dag geen tijd. Ik zou die drie naar school brengen. En die meisjes hadden aangebeld. Ik had mijn dochter goed achter de broek aangezeten van zorg dat je op tijd bent. En ik liep nog even naar binnen, ik had tijd genoeg. En die kinderen stonden te kletsen op de stoep. En ik loop even naar binnen. Want ik moest mijn schoenen nog aandoen en mijn jas zoeken en de sleutels en de poes van beneden halen en nou, al die, die klusjes die je nog even moet doen. En dat deed ik lekker heel kalm aan, want we, ja, de, de schoolgebouw dat gaat pas om tien over half negen open. En het is vijf minuten lopen en die kinderen stonden al om kwart over acht aan te bellen. Ja, ik ga toch niet om tien voor half negen al op het schoolplein staan met die drie kids. Ja, toen kwam ik naar buiten uh, en toen was de stoep helemaal leeg. Drie kinderen kwijt. Toen was ik me ook helemaal kapot geschrokken. Had uh, de moeder van mijn kind, had ze me even naar school gebracht. Zonder iets tegen mij te zeggen. Ze wist dat ik naar binnen was. Uh, ze, ze wist dat ik aan het rommelen was. Uh, dat ik, uh, ik, ik zat niet op de bank een shekje te roken. Ik was aan het uh, rommelen, spulletjes aan het doen. Dingetjes. Dit nog even doen, dat nog even doen. En dan zegt ze helemaal niks tegen mij. Neem ze die drie kinderen mee, breng ze even naar school. En ik vroeg het aan haar, van, wat, 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 wat heb je nou gedaan? Ja, zei ze, jij kwam maar niet naar buiten, toen dacht ik, nou doe ik het wel hoor. En dan zo'n vrouw komt dan dus niet even op het idee om dan... Ja, Even naar binnen te lopen tegen mij te zeggen: Van Perrie, als jij nog bezig bent, zal ik de kinderen naar school brengen? En dan had ik tegen haar gezegd: Nee, want dit is mijn klusje. Ik vind het hartstikke leuk om die kinderen naar school te brengen. Ja, ze zei maar: uh, Het is al veel te laat of zo. Ik zeg Nee, het is helemaal niet veel te laat, want het is pas half negen. En om tien over half negen gaat de deur pas open en ik doe er vijf minuten over. Dus we hebben nog vijf minuten. Ja. En dan kan zij lekker naar de werk gaan en zich nergens zorgen over maken. Maar zo zijn niet uh, alle vrouwen. Die, uh, aanmerkelijke percentages. Uh, ja, die zijn niet zo. Anders zou het mij niet overkomen zijn. Hè. Op zo'n grote schaal. Hè. Want van de moeders die ik heb leren kennen in die tijd. Ja, de 30, 40 procent, 50 procent, 60 procent. Spoorde niet. En als je daar dan kinderen mee hebt, of zoals in mijn geval ook nog wettig getrouwd, um, ja, dan heb je een probleem hoor. Als man. Ik weet nog, toen was mijn dochter was 12, 13, toen kreeg ze klachten van depressiviteit die KWNO. Toen ben ik naar de, heb ik een orthopedagoge gecontacteerd. Via via. En ik naar die orthopedagoog toe. En hem de situatie uitgelegd. Waarin mijn dochter verkeerde. Die man heeft me wel drie kwartier laten praten. Anekdote na anekdote na anekdote. Allemaal dingen die, die de moeder had uitgevroten En mijn kind werd daar de dupe van, hè. Telkens weer. Nou, zei die man, ik snap het wel hoe de vork in de steel zit. En toen kreeg ik als uh, advies. Uh, uh, advies nummer één was. Uh, mij niet meer laten afzeiken door die moeder. En zeer zeker niet in het bijzijn van het kind. En die orthopedagoog zei. Nou, hoe je het voor elkaar krijgt, dan moet je zelf maar uh, je creativiteit weer inschakelen maar niet meer die scheldpartijen over je heen laten komen. En het tweede advies was, uh, ga met wat je mij verteld hebt... Uh, ga daarmee niet naar een instantie zoals jeugdzorg. Want je zou denken, hier is sprake van kinderverwaarlozing en kindermishandeling. Dus laat ik even in het telefoonboek kijken wat het telefoonnummer is van jeugdzorg. Hij zei, uh, dat pad moet je niet gaan bewandelen, want die kiezen de kant van de moeder... En jij krijgt de zwarte Piet omdat je aan de bel getrokken hebt. En dan raak je het contact met je kind helemaal kwijt. En het derde advies was uh, uh, dat de kans uh, aanmerkelijk was dat die vrouw uh, in afzienbare tijd een ja, vage lichamelijke klachten zou krijgen en zou belanden in een ziekenhuisopnamesituatie ofzo. En hij zei als dat optreedt. Dan ga jij niet op ziekenbezoek. Dus je laat die vrouw maar gewoon uh, ja, ja, verrekken. En het laatste advies was... Uh, ga maar lekker wandelingen maken met je kind. Als je de mogelijkheid hebt. Hè? Nou, daar heb ik me aan gehouden. Aan alle vier de adviezen. En die wandelingen waren leuk. Hij zei, lange wandelingen, hè? niet even heen en weer naar de supermarkt. hele lange wandelingen. Lange wandelingen gemaakt. Ja, dat super. Zij vond dat ook leuk. En zo heb ik de schade nog enigszins kunnen beperken. Niet helemaal, maar... Het is ook moeilijk om, ja, dat is onmogelijk om de schade in totaliteit uh, ja, ongedaan te maken. He, want uh, jij als man, als je zoiets overkomt zoals mij overkomen is, ja, dan raak je het intensieve contact met je kind kwijt. Als het kind zeg maar, tussen de zeven en de tien jaar oud is. Dat is, de, dat is de breekbare periode. En dat is precies de periode waarin voor jou als vader de rol naar je kind toe heel belangrijk wordt in de opvoeding. Dus net dat belangrijke stuk van de opvoeding, ja, daar sta jij uh, langs de zijlijn. En in de regel wordt jouw opvoedende rol dan overgenomen door een, uh, ja, een hulpvader of meerdere hulpvaders. Want die moeders, die ja, net de moeder van mijn kind ook. Uh, die weet ze goed te kleden. Nou, goed te kleden, minirokjes, hoge hakken, sieraden. En, uh... nou, die, die weet wel wat middelpunten zijn van een feestje. Dus een uh, kerels geen genoeg. Uh, geen gebrek, moet ik zeggen. Een kerel genoeg. Uh. En die willen allemaal wat graag... Uh, yeah? In zo'n gezin even instappen. Daar heb ik ook behoorlijk last van gehad, hoor. Dan kwam mijn dochter bij mij met een wens. En dan zei ik: Nee, dat gaan we niet doen. Dat vind ik overdreven, want je hebt dat al gehad. We willen dus iets hebben. Ik zei, nou, dat heb je al gehad, dat heb je al gehad. Ik vind het nou even genoeg geweest, hoor. En dan even later ...kwam ze heel vrolijk bij mij. En had ze het toch voor elkaar gekregen. En dan speelde ze dat via haar moeder. En die regelde wel een mannetje. En dan uh, deed die ma dat mannetje het wel. De moeder zo van... Ja, dat het, van die, die vader mag het niet. En dat, die mag het weer eens niet. Maar uh, ja, ik vind dat het wel mag hoor. Wil jij het dan niet even doen? En dan doet zo'n man die doet het dan. Maar er is geen vrouw die deugt. Dat, uh, dat geldt natuurlijk niet voor alle vrouwen, maar... Maar veel vrouwen zijn zoals de moeder van mijn kind. En het is heel moeilijk om daarin een goede weg te vinden. Dat is, ik heb je net die vier dingen genoemd. en die orthopedagoog tegen mij zei. En daar heb je misschien wat aan. Hè? Als jij in zo'nzelfde situatie zit. Het dus niet laten uitschelden. niet laten vernederen door die moeder. Zeer zeker niet in het bijzijn van het kind. Uh, ga het niet aan de grote klok hangen bij jeugdzorg en dergelijke instanties. Ze kiezen de kant van de moeder. En dan raakt die moeder in de problemen en dan komt ze in het ziekenhuis of wat Dan uh, laat je haar in haar eigen sop gaan koken. En met je kind ga je positieve dingen doen, die je wel dan voor elkaar kan krijgen. Dan moet je maar kijken wat je wel voor elkaar kan krijgen. In mijn geval was dat lange wandelingen maken. Nou, en nu? Nu is ze 19. Um, oh, wat, wat heeft nu drie keer bij mij gegeten. Een tijdje is hier niet geweest. Dat, dat was denk ik mijn schuld, hoor. Ik, ik heb een beetje een dipje gehad. En dat is niet bevorderlijk. Ja, je hebt een situatie waarin je helemaal gek wordt van de emotie en alles. En ik ben gewoon depressief geworden, of burn-out, of zeg het maar. Ik kon er niet meer tegen. En uit, moet je het zeggen. Ja, rebellie moet je denk ik zeggen, of kribbigheid. Recalcitrantie. Dat is denk ik het goede woord. Ben ik het op een suiker gaan zetten. Maar ja, daar heeft zo'n kind natuurlijk helemaal niks aan. Dat zegt daar niks. Maar dat was tijdelijk. En nu drink ik geen druppel meer. Misschien ook overdreven, maar. Zo is dat in een keer. En ik heb er verder geen last van hoor dat ik niet drink, snap je? Ik rook ook geen wiet meer en ik rook geen tabak meer. scheelt een hoop geld in de week en in de maand, by the way. En je voelt je beter, je slaapt beter. En om een of andere reden heb ik er dus geen last van. Ik, ik mis het niet. Het speelt dan wel eens door me heen hoor, van als optie, hè, van ik zou het vandaag zou ik naar de supermarkt kunnen gaan en weer even ouderwets bier halen. Maar dat is alleen maar een gedachte. En dan ga ik weer wat anders doen. En mijn kind, het is nu 19. En. Oh. Het is niet geworden wat ik ervan verwacht had. Wat ik in petto had voor zo'n. Ja, ze is erg intelligent. Daar heb ik voor gezorgd. Ze heeft een taalontwikkeling, jongens. Ongelooflijk. IQ van 130, ja, die had wat in de mars. En ja, in die tijd met haar moeder, heeft ze is haar middelbare schoolperiode. Ja, in plaats van gymnasium is dat... Uh, ...HAVO met een uh, 6 plus geworden. En toen heeft ze een jaar lopen lantenfanten. En nu zit ze dan op een hbo-opleiding. Maar dat is ver onder haar niveau. Dan wordt ze opgeleid tot ja, begeleider van mensen met een handicap. Zoals je ja, een soort verpleegster Maar dan niet uh, in een ziekenhuis, maar met gehandicapte mensen. Geestelijk gehandicapt, lichamelijk gehandicapt, zeg maar. Bejaarden ook. Incontinente bejaarden ofzo. Ja, dat is een beetje jammer hè, voor een kind met een IQ van 140, ja. En daar kan je weinig aan doen. Daar ja. kan je stikzakkerij nog over blijven, maar ik zou het niet doen als ik jou was. Hè. En mijn kind heeft een goede gezondheid. Ja, in de regel heeft ze een goed humeur En ze komt er bij me langs. Ik kreeg vandaag een sms'je van haar, dus dan denkt ze nog aan mij. <laughs> Zo moet je het maar een beetje zien. Hè? En het beste is natuurlijk dat je eh, vrouwen die niet deugen... Dat je punt één onder ogen ziet dat de schade die je daaraan kan oplopen... Want ik kan dan wel lekker stoer vertellen van... Nou, ik heb heel wel lekker gezopen en dat was een leuke tijd. En lekker Netflix gekeken en helemaal, uh, ja... Was ook wel leuk. Het was helemaal niet vervelend om, om uh, een uurtje of half elf, elf, morgens word je dan wakker. En dan denk je, wat zal ik vandaag gaan doen? Dan denk je, oh ja, ik ga vandaag suipen. Dat is waar ook. Was ik bijna vergeten, zag. En dan om kwart voor twaalf ga je je portemonnee zoeken en... Uh, Schoenen aantrekken. Dan gaan we naar de supermarkt. En dan halen we lekker van wat zware bier. En dan om uh, 5 over 12 zijn we thuis. En dan... dan gaat het een halve liter open. Dan gaan we lekker slapen. Ja, ik vond het wel lekker. Hoor. Een blootje erbij. Anders krijgen ze een droge bek. Een stomme Netflix-series kijken. Ik heb uh, alle twee gezien van Pablo Escobar. <laughs> en die ene is het leukste en die andere. Nou, ah, die is minder. Gebaseerd op waar gebeurde verhalen? Ja, Wat een onzin. Nou, kijk, daar kan ik wel heel stoer over doen, maar het is helemaal niet leuk. Dus, uh... En beter kan jij als man ervoor zorgen dat je niet in dat moeras belandt. En ik heb het specifiek nou over wat je moet doen als man. Het komt ook vanuit mijn eigen situatie, dat het mij overkomen is. Maar wat er ook mee te maken heeft, is dat als je als vrouw wordt besodemierd door je kerel. Dat, dat gebeurt natuurlijk ook. Maar mannen die gaan veel openlijker over de schreef. En ja, jij kan als vrouw in zo'n geval. Ja, want wat doen mannen fout? Ja, mannen worden bijvoorbeeld agressief. Nou, dan zijn ze gelijk, de lul. Je belt de politie op, uh, uh, voordat je het weet zit je man in de gevangenis, man. Of ze suipen te veel. Huh? Nou, nah, dat, dat kan je ook zo. Bij de huisarts moet je even gaan klagen. Hoppakee, okay, uh, komt gelijk. Uh, uh. Of ze gaan vreemd. Nou, nah. uh, kortom, als een man uh, buiten de lijntjes gaat kleuren in een huwelijk met kinderen en alles. Ja, dan krijg je als vrouw. Krijg je, ja, je mag natuurlijk het huis behouden. Die man gaat de deur uit. En je krijgt alimentatie. En, ja, en bij de omgangsregeling. Daar mag jij vertellen hoe je dat wil. Dus ja, in die situaties. dat je dus als vrouw. Uh, het slachtoffer bent. Well, dan is er voldoende hulp. En naar mijn mening dus hoor. Misschien dat jij een ander voorbeeld kent. Mag je dat uh, rustig in een reactie geven onder deze film. Daar sta ik heus wel voor open. Maar ja. nou, mijn indruk is dat uh, vrouwen in zo'n situatie... Ja, het is natuurlijk nooit leuk dat je besodemieteld wordt, uh, mishandeld wordt, uh, vernederd wordt door je partner. Ja, want een man die vreemd gaat, laten we eerlijk zijn, dat is hartstikke vernederend voor jou als moeder... Maar aan de andere kant, hè, als je als man dat overkomt. Ja, simpel gezegd, kijk, een man die vreemd gaat of te veel suipt of whatever. Hè, die wordt het huis uitgezet, die moet alimentatie betalen en die mag blij zijn als hij zijn kinderen nog ziet. Ja, precies hetzelfde lot, dat staat jou te wachten als man. Terwijl je het slachtoffer bent. Hè, dus als man krijg je dezelfde beloning of straf. Je krijgt dezelfde situatie als dat je dader bent. En dat klopt niet. Hè? Dus vandaar dat ik het nu even focus op die vrouwen. En belangrijk voor jou als man is dat je niet in zo'n situatie belandt. En er zijn signalen die die vrouwen afgeven. Want je kan van tevoren in de gaten hebben. Dat je te maken hebt met zo'n type. En er staan op internet een aantal. Ja, dan moet je als man. Dus als jij een jonge man bent. en jij denkt erover om een gezin te beginnen. en. Hè? En misschien heb je al een, een vrouw gevonden waarvan je denkt, nou die lijkt me wel wat of zo. Ja, ik zou toch eens kijken naar dingen als. Uh, hoe gaat ze om met teleurstellingen? Dus je maakt een afspraak met haar. Dat je op vrijdagavond. Uh, ja, dat je lekker uitgebreid gaat eten. en dan een filmpje kijken of zo. Hè? En dan krijg jij vrijdagmiddag van je baas te horen dat je moet overwerken. En als zoiets gebeurt. Hoe gaat ze daarmee om? En wat ze hoort te doen is ze hoort tegen jou te zeggen, net als dat je... Stel, zo moet je het eigenlijk zien als je met een vriend zo'n afspraak zou hebben. Dus met een vriend heb je afgesproken om vrijdagavond uh, lekker te gaan happen of zo. En dan uh, na afloop een of andere film kijken. Rambo in the Jungle of zoiets. Nou, en dan krijg je smiddags te horen van je baas dat je over moet werken. En dan bel je je vriend op. Ja, hoe reageert je vriend dan? Nou, die zegt waarschijnlijk als eerste: Oh, wat kloten dat je over moet werken, toch? Shit, man. Ja, tot hoe laat moet je overwerken? Want anders kunnen we die Rambo-film nog wel kijken. Kijk, zo zegt een vriend dat tegen jou. Zo gaat een vriend met jou om. En gaat jouw vrouw ook zo met je om? Dat ze tegen jou zeggen, oh wat vervelend voor je dat je over moet werken. En ja, wat zullen we dan met eten doen? En dat jij dan zegt, ja, nou, ik heb nu al honger. Ze gaan hier waarschijnlijk pizza bellen. Ja, ik eet hier wel een pizza. Dan moet je vriendin zeggen, oké, okay, jij eet pizza. Nou, dan, ja, dan maak ik wel even wat voor mezelf of zo. En hoe laat denk je dat je thuis bent? Kunnen we die film nog kijken? En als jij als man zegt, van, nou, dat weet ik nu nog niet, maar om een uurtje of half acht, acht uur... dan heb ik wel een idee of ik nog voor uur thuis ben. Hè? En als je vrouw dan zegt, van, nou oké, okay, dan, nou ja, dan hebben we om acht uur nog even contact. Ja? Kijk, dat soort dingen gebeuren in een relatie. En zeker als je intensief met elkaar omgaat, dan, dan kan het regelmatig gebeuren gewoon omdat je vaak met elkaar omgaat. Ja, en af en toe moet er overgewerkt worden of gaat een auto kapot of dat is altijd wel iets. Hoe gaat je partner daarmee om? En er is ook zo'n geval dat, dat, dat zag ik of dat hoorde ik van een stel en die waren best al lang bij elkaar en die komen op een feestje. Met z'n tweeën. En op dat feestje. er was een hele beroemde gitarist. die was er toevallig ook. En Die man heet Jan Akkerman. Die ken je misschien wel. Ja, en die vrouw die hoort dus. dat uh, die man die daar zit. dat dat dan de beroemde Jan Akkerman is. En die gaat vervolgens. Uh, keert ze de vriend, de vaste partner. de rug toe. Gaat ze helemaal in toe Jan Akkerman? Hé, hey, Jan Akkerman, oh, de bal, de bal, de bal, de bal. En die jongen, ja, die was ook net gearriveerd op het feest. Ja, die stond er dus in zijn eentje. En die vriendin had hem eventjes, uh, ja, gewoon totaal genegeerd. Doet jouw vriendin dat ook? Kijk, natuurlijk mag ze een praatje maken met Jan Akkerman, maar ze is toch met jou op het feest, of niet? Dat zijn die dingen waar je, moet je op moet letten. Maar de maatstaf is: je moet het gedrag van je vrouw meten aan dezelfde meetlat. waaraan je het gedrag van je vrienden meet. En met je vrienden heb je ongetwijfeld dat bepaalde dingen kunnen wel kunnen. En bepaalde dingen die kunnen niet. En als een vriend dan dingen doet die niet kunnen. dan vind je dat één keer goed. De tweede keer zeg je er wat van. en de derde keer denk je: ik bel je voorlopig niet meer op. Als je zo met mij omgaat, dan wil ik eigenlijk niet met jou omgaan. Met je vrienden heb je een bepaalde meetlat. en daar moet je je vrouw ook aan meten. En niet dat vergevingsgezinde gedoe van ja, ze heeft last van haar hormoontjes, laat hem maar gaan. Om voor hetzelfde geld heb je zo'n serpent in je bed liggen. En ik ben geen onheilsprofeet of zo dat ik loop te waarschuwen voor dingen die er helemaal niet zijn in de werkelijkheid. Want die dingen zijn er in de werkelijkheid, en de gevallen zijn er te over, jongen. Hoeveel mannen ik wel niet op de bank heb gehad, die helemaal door het dolle heen waren en helemaal kapot waren. En ik zie mijn kinderen niet meer. Terwijl ze niks fout gedaan hadden. Maar dan wel alles kwijt, hè? Drama's, jongen. En als je dus één keer in, in dat moeras beland bent. joe, 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 joh, 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 joh dat is niet leuk. Van tevoren goed kijken wat voor vlees je in de kaap hebt. Het oude devies, dat was uh, verliefd, verloofd en dan getrouwd. Dus dat er drie fases zitten in een relatie. En misschien, eh, misschien moet je daar eens over nadenken. En niet te hard van stapel lopen. En dan denk ik met name aan het fenomeen SEKS. Eh, -E Dat je daar niet, te, ja, niet gelijk mee begint. Het is misschien een heel uh, moeilijke, maar het kan wel levensreddend zijn. Want besef goed dat als jij een kind hebt met, of kinderenrun hebt, met zo'n verschrikkelijke vrouw die niet deugt, ja, die vrouw die gaat die kinderen verwaarlozen en mishandelen en, en jij hebt dat allemaal mogelijk gemaakt. Dus dan ben jij mede verantwoordelijk voor die kindermishandeling en verwaarlozing. Maar dat wil je toch niet op je geweten hebben? Los van het feit dat het je eigen kinderen zijn die verwaarloosd en mishandeld worden. Ja, ik kan, en dat ben ik ook, ik ben er heel boos geweest op wat die moeder van mijn kind allemaal niet heeft uitgefroten met mijn kind. Maar het is natuurlijk voor een deel ook mijn eigen stomme rotschuld. Had ik haar maar niet zwanger moeten maken. Maar ik dacht daar een beetje te makkelijker over. Nou, dat, dat heb ik dus kunnen bezuren. Punt. En uh, janken in de goot, ja, dat heeft geen enkele zin. <coughs> ja, denk aan die orthopedagoog. Die gaf mij geen schouderklopje of zo hoor. Die zei niet van: uh, Wil je even uithuilen of zo? Nee, die kwam met hele droge adviezen Dit ga je doen, dat ga je doen, dat ga je niet doen en dat ga je wel doen. Heb je nog meer vragen? Mooi zo, dan zijn we nu klaar. Doei. Krijg ik een rekening van 70 euro. Die heb ik rap betaald. Dat is het geld dubbel en dwars waard geweest. Goeie kerel. Een man met levenservaring was dat. Want hij was officieel al met pensioen. Of nog net niet of zo. Momenteel is hij met pensioen, maar hij werkt nog steeds als orthopedagoog. In zijn pensioengerechtigde jaren. En dat is maar goed ook. Dat is een goede kerel. Die heeft er oog voor. En die snapt het ook, dat er van die dolgedraaide vrouwen zijn. En... Ja, en de problemen die zijn ernaar. En die mannen, ja, daar ligt de oplossing hoor. Dat kan je niet laten afhangen van die vrouwen. Die vrouwen die gaan niet veranderen. Die, die blijven hetzelfde. En dat het was in de dagen van Arthur Schopenhauer al zo. En dan heb je het over het begin van de 19e eeuw. En dat is dus uh, 200 jaar geleden. Meneer. En iets wat 200 jaar al speelt. Uh, uh, en waarvan je dus als je naar de Bijbel kijkt. Uh, dat het eigenlijk nog wel langer speelt. Ja, hou het in de gaten, man. Ja, anders lees dan. Uh, als je dan toch een beetje hoopvol uit de Bijbel wil lezen. Uh, uh, lees het boek Numeri. Het begint een beetje saai, maar bij Numerie 31, dan komt er toch een slachtpartij? En dan worden al die mooie, noem het maar, uh, hot bitches, wij worden afgeslacht, hè? Al die uh, sexy uh, derentjes, Al die niet-deugende vrouwen, afgeslacht. Ja. En dat is natuurlijk, ja, dat zeg ik niet dat je moet doen tegenwoordig. Het is het oude Testament, de Mozaïsche wetten. Dat is de en, dat is het oude overeenkomst tussen de mens en God. Tegenwoordig hebben we daar een andere voor. Hè? Hebben we, we noemen het christelijk natuurlijk. Maar dat geldt voor ons wel iets zoals: hè, voorkomen is beter dan jankend op de bank zitten bij de orthopedagoog. En dan maar geen kinderen dan, hè? als je niet een goed, goede vrouw kan vinden, ja, dan maar niet, toch? Want het alternatief, hè? kinderen met een vrouw die niet deugt, nee, dat wordt helemaal niks. Emiel Ratelband, ja, dus niet... <laughs> een aparte vent dan. Maar die heeft het dus nu. Uh, heeft hij een nieuw geniaal plan. Hij heeft twee draagmoeders uh, in de arm genomen. En. Nou, de bedoeling is dan dat hij straks uh, twee kinderen heeft. En dan heeft hij ook uh, alle werksters uh, geregeld. En eentje, dat is een Chinees uh, vrouw. En hij zegt: Nou, mijn kinderen worden dan opgevoed. En dan kunnen ze Nederlands, Engels en Chinees. <laughs> En ik ga die kinderen zien tot aan mijn dood. Ah, Emiel Raterband is er een positief over. Ja, als uh, Mozes niet naar de berg komt, dan komt de berg maar naar Mozes. Dan doe ik het zelf wel met een draagmoeder. Maar ja, niet iedereen uh, is zoals Emiel Raterband. En wat Emiel Raterband denkt te gaan doen. Ik vraag het me af of dat. Uh, wel zo verstandig is in het, uh, het gebeuren van de grote dingen en de grotere eenheid en zo. Nee, beter kan je, jij als man en jij wil een gezin, dat je op zoek gaat naar een lief meisje. die begrip heeft voor jou. Het allerbeste lijkt mij het christelijk aan te pakken. Dus dat je afspreekt van: kijk, jij wordt de baas over de kinderen. Ik word de baas over jou. En Jezus Christus wordt de baas over mij. Of is de baas over mij. Dus ik laat mij leiden door Jezus Christus. Jij laat je leiden door mij. En de kinderen laten zich leiden door jou. En jij zorgt voor de binnenkant van de muren van het huis en ik zorg voor alles wat daar buiten valt. Ja, het, klassieke, het klassieke gezin. Werkt rete goed. En die vrouwen die zo graag willen werken en al die dingen. Ja, dat kan toch allemaal. Dat, dat, dat kan je allemaal mouwen aanpassen. Als die basis maar zo ligt. En dat die vrouwen thuis moeten zijn met de kinderen. Ja, dat is voor een periode van veertien jaar. En dan hoeft het niet meer hoor. Als je de eerste veertien jaar van de opvoeding als je dat goed doet. Dan zijn die kinderen met veertien ze zelfstandig. Nou, en als je dan drie kinderen hebt, en heb je er uh, eentje van 14, eentje van 13, eentje van 12, zeg maar. Nou, dan moet je in totaal moet je 16 jaar als vrouw uh, uh, de huishouding draaien. Dat is maar 16 jaar, man. En als je op je twintigste begint met het eerste kind, dan moet je 36ste. Dan is de jongste is 14. En dan heb jij de handen vrij. En de oudste is dan 17, die zal al op punt om op kamers te gaan. Dan kan jij leuk uh, een geinig baantje gaan zoeken. En ja, waarom niet? Ja. Dus je gaat vrijwilligerswerk doen. Of ja, je, iets doen waar je zin in hebt. Je hebt nog een heel leven voor je hoor. En je hebt je basis goed gelegd. Je hebt een, een goed gezin gesticht. Met een harmonie en alles. En, en stel je hebt drie kinderen. Nou, dan, dan mag je uitkijken naar. Uh, je ja, hebt zes, zeven, acht kleinkinderen. Ja, want dat wordt gezellig als het kerst is. Ja. ja. Je hebt, je hebt je drie kinderen. Nou, die hebben drie partners. Dus dat zijn er al zes. En dan hebben uh, we acht kleinkinderen. En dan heb je veertien mannen over de vloer. Nou, dan mag je tegen iemand gaan zeggen: van ga jij eens even een grotere tafel kopen voor in de woonkamer, Dat we allemaal lekker kunnen eten. Denk er goed over na hoor. Dat model hè, van het klassieke gezin en alles wat erbij hoort. Dat is leuk en gezellig man. Dan word je oud bij. Ja? Hey, reuze bedankt. Ook voor die dames en ook voor die mannen die geluisterd hebben. Ja? Wat ik verteld heb is geen onzin. En de adviezen die ik gaf, uh, die kloppen. Ook voor die meisjes. En maakt er wat moois van. Gezinnen, ja... Het is het mooiste wat er is. Kinderen opvoeden, dat is het mooiste wat er is. Adembenemend, gezellig, leuk en... Informatief. En het houdt je jong en... Ja, ja, woorden schieten te, te kort om te benadrukken en te overtuigen. hoe ontzettend leuk het wel niet is om te zorgen voor een gezin. Met z'n tweeën, als papa en mama. In een harmonie. Ja, erg leuk man. Hé, hey, ik uh, ga afscheid nemen. Er is een mooie beschouwing geweest over omgang met vrouwen. En op zijn hamburg zeg ik tjus. En dag lieverds.